Nou, welkom bij het UMC Utrecht. Vanavond hebben we onze tweede meet and greet. Dat is een bijeenkomst waarbij we de teamleiders van de verschillende afdelingen waar we behoefte hebben aan nieuwe collega's in contact willen brengen met geïnteresseerde kandidaten die binnen het UMC Utrecht willen werken. Ik ben hier vandaag het UMC Utrecht omdat ik in februari afgestudeerd ben, 2020, volgend jaar dus. En ik ben op zoek naar een baan in de Nederlandse logiesector. En ik hoorde via de mail dat hier een meet and greet was, waar Nederlandse logie ook aanwezig zou zijn. Dus daar ben ik vandaag naartoe gekomen om met de afdelingsmanager in gesprek te gaan en te kijken wat voor mij hier eventueel de mogelijkheden zouden zijn. En ik heb vandaag heel veel informatie gekregen over hoe het op de afdeling eruit ziet, wat voor mij de mogelijkheden zouden zijn, welke opleidingsrichting ik in zou kunnen. Dus voor mij een heel vruchtbaar dagje en ik hoop dat ik een baan uiteindelijk eruit ga halen. Ik kreeg via school een mailtje dat we hier naartoe konden gaan om zo eigenlijk allemaal verschillende afdelingen konden vragen stellen. En om zo eigenlijk voor onszelf meer inzicht te krijgen in wat we eigenlijk willen gaan doen. Want voor mezelf vind ik het zelf nog heel lastig wat ik wil gaan doen. Ik wil wel het ziekenhuis in, maar je kunt zoveel kanten op. Dus daarom is het wel echt een ideale gelegenheid om zo echt... Ja, dat zie je hier overal. Hier heb je overal keuze. Het zijn allemaal verschillende afdelingen, allemaal verschillende richtingen waar je op kunt. Dus dan is het altijd even denken van ja, weet je wat is leuk, wat past bij mij. Ja, wat ons het meest verrast is eigenlijk dat we eigenlijk gewoon mbo-studenten zijn. En we hadden eigenlijk helemaal niet verwacht dat we een baan konden krijgen gelijk zo in het ziekenhuis. Maar blijkbaar kan het dus wel. En daar zijn we dus wel achtergekomen door het niet te zijn.